volg je passie. Je bent zoveel met je werk bezig. Maak daar dan ook het leukste van. Mijn naam is Baba Touré, oprichter van Hammerfest. En dit is Meester Brein. Hoe ben je begonnen? Ik ben tijdens mijn studio begonnen, samen met de beste vriend van mijn middelbare schooltijd. We deden toen wat losse projecten, waarbij we opdrachtgevers hadden en dan de juiste freelancers zochten. Dus ik kan me herinneren dat ik ooit een video toen heb gemaakt voor een citroentaartenbedrijf uit Purmerend. Dus het was echt dat soort bedrijven. En toen nadat we afgestudeerd waren, toen dachten we van laten we een reclamebureau beginnen. Hoe ben je vernieuwend in de zee van online content? Ik denk dat dat voornamelijk in onze benadering zit. Dus waar ik het ook al eerder over had, van hey, wij proberen een beeld te schetsen zoals wij in Nederland echt vinden. En niet zoals ook heel vaak geschetst wordt als je op social kijkt. Dat is aan de ene kant. Maar ik denk dat aan de andere kant dat je ook altijd vernieuwd moet zijn in de zin van vooroplopen op technologische ontwikkelingen. Kijken wat er gaande is, kijken hoe je dat kan toepassen. Voor de merken waarvoor je werkt, ook gewoon zorgen dat je heel goed creatief werk maakt. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Instagram. Echt, Instagram. Ik vind Instagram geweldig. Ik vind het heerlijk om lekker door te scrollen, te kijken en ook echt op inspiratievlak. Dus als ik kijk naar de profielen die ik volg, zijn het ook heel veel fotografen, regisseurs, designers, animatiemensen, echt van alles. En ik vind dat echt heel tof om te zien wat ze maken, hoe ze het maken. Ik vind zelf, heb ik ook echt een liefde voor fotografie. Ik vind mooie portretfotografie of ik heb zelf een Afrikaanse roots. Foto's die in Afrika gemaakt zijn door fotografen, dat kan ik heerlijk. Dat vind ik echt geweldig. Wat is jouw plan B carrière-wise? Ja, die heb ik dus eigenlijk niet. Ik ben er wel eens over aan het nadenken. Van ja, stel dat ik stop met Hammerfest. Of dat ik opeens iets anders wil gaan doen. Wat zou ik dan gaan doen? Alleen ik kan me dat nu gewoon simpelweg nog niet voorstellen. Omdat we gewoon echt nog grote ambities hebben met Hammerfest. Dat ik voor mijn gevoel echt pas net begonnen ben. Dus die heb ik niet. Wat ik ook wel fijn vind hoor eigenlijk. Een favoriete campagne. En het is misschien nog hoger dan een campagne. Het is zeker weten hoger dan een campagne. Het is echt een merkmentaliteit. Maar hoe Nike Just Do It laat, al jaar in, jaar uit, dag in, dag uit, crossmediaal, dat vind ik echt geniaal. Het Instagram-account van Nike is het enige Instagram-account waarvoor ik een notificatie krijg als zij wat plaatsen. Omdat ik die content altijd zo goed vind en gewoon altijd echt heel benieuwd ben van wat hebben jullie nu weer gemaakt? En je ziet altijd dat, ja, Just Do It daar gewoon de leider. Ik vind dat geweldig. Dat je dat als merk zo consequent kan blijven doen,